Max Last is een jong theatergezelschap, opgericht door Steven Beersmans en door mijzelf, Koen Montseré. En we hebben jarenlang samengespeeld in andere producties, bij andere gezelschappen. Bij Fabuleus, Collectief, DNA, ook zo korte sketchjes voor een aantal. En dan is eigenlijk het idee gegroeid van, ja, misschien moeten we naast al het freelancewerk ons eigen nestje gaan uitbouwen. En dat is begonnen met een komische show. We wilden eigenlijk eerst een komisch duo zijn. En dan hebben we een voorstelling gemaakt, Een Kat en Kat. Wat echt een familietheatervoorstelling was. En dit is ja, de derde productie eigenlijk die we maken. Ja. Ik was bezig met een project bij Fabuleus. En dan heeft denk ik Koen via Fabuleus... Bij mij is hij bij mij terechtgekomen en we is afgesproken om wat ideeën. Hij heeft hem met de strip meegenomen, het verhaal verteld. En coole strip. Naar een zot idee, dus ja. Ik had direct veel goesting om mee te doen. Max Last komt van een moment als Steven en ik voor we op gaan wachten in de theaters. Daar hangt altijd Max Last. De maximum last is 350 kilo voor een trek van de spots. En dan was het grapje altijd, ja, Max Last, hij is hier gestorven. Dat is zijn naamplaatje. Hij woog 350 kilo. Dus de voorstelling Monsieur Mime is ontstaan doordat ik tijdens mijn studententijd de strip Het Besloten Land las van Jacques Tardy en Jean-Claude Forest. En ik was daar dadelijk door gefascineerd. Vooral door het idee van dat land met die muurtjes. En ik wou van in het begin eigenlijk niet dat verhaal vertellen van de strip, want dat is er al, maar een soort universeel verhaal vertellen over die muurtjes en wat zijn muren om u heen en hoe zitten mensen vast. En van in het begin had ik het idee, we moeten dat met dansers doen en met acteurs. In het begin dacht ik dat met een grote groep te maken. En uiteindelijk, omdat we dan geen subsidie hadden en aan veel nadenken, dachten we, ja, misschien kan het toch wel een interessant concept zijn met één acteur en één danseres. En zo is de voorstelling dan gegeven. En hier zijn we. Ja? Ja, ik heb hem. Tuurlijk. Het decor is gemaakt door Menno van de Velde en dat is... iemand die ik ken, ook van bij Fabuleus, dus die daar ook voorstellingen maakte met een aantal andere mensen, met zijn broer en met Jozef Wouters. En ik wist dat ik iemand nodig had die op een elegante manier die muurtjes zou bouwen, want we moesten die muurtjes moesten er zijn, want dat was het begin-idee, daarvan vertrekt heel de strip. Ook aan de kant. En dat moest elegant en toch transporteerbaar zijn. En zo is eigenlijk het idee gekomen van dat dan in staal te maken zoals de plinten in de turnzaal werken. Je kunt ermee rijden, maar als je ze neerzet, zijn ze heel stabiel. Zo is eigenlijk het decor ontstaan. Kom maar hier. We willen een voorstelling maken met zowel een KNT als een KNT. Dus een kinderen niet toegelaten en een kinderen toegelaten versie, zoals vroeger in de cinema. En van waaruit dus dat idee ontstaan, dat is eigenlijk om toch trouw te kunnen blijven aan de strip. Omdat er toch een erotische laag en een politieke laag in zit, die eigenlijk voor kinderen waarschijnlijk, en dat is belangrijk dat ik dat zeg, waarschijnlijk niet werkt. Langs de andere kant is de strip zo speels en zo licht en zitten er zoveel beelden en situaties in, dat het jammer zou zijn om er ook geen familie en schoolvoorstelling van te maken. Nu, de zoektocht die daaronder zit vanuit Max Last is een zoektocht naar een soort universele taal. Hoe kun je met zo weinig mogelijk woorden toch zo diep mogelijk spreken? En daar is een verre inspiratiebron, de poppenspeler Jozef van den Berg, die vroeger ook zijn voorstellingen met heel kleine aanpassingen, dat was min of meer dezelfde voorstelling, maar door het feit dat het een ander publiek was, veranderde die voorstelling toch van toon of kreeg die een heel andere inslag. Het komt zo nu wat meer op het einde en nu gaan we zo wat beslissingen maken, maar het is niet van tevoren beslist en nu werken we even aan de kinderen toegelaten versie en nu even niet. Het volgt elkaar, ja,
heel de tijd op. En dan door die vele try-outs en vele uittesten gaan we kunnen voelen wat bij wat past. Ah, allemaal beertjes. Allemaal beertjes. Ja. De première gaat door in de warande, omdat ik eigenlijk toch heel mijn loopbaan lang een warme en intense relatie heb met de warande. Eigenlijk voor ik toneel studeerde, kwamen wij al naar hier om dingen te zien. Hier kwamen soms rockgroepen of bijvoorbeeld Alex van Warmerdam, Orkater, dat kwam alleen in de warande. Dus wij ondernamen al dikwijls de trip, dus ik kende wel de warande als cultuurtempel in de jaren 80. Maar dan eigenlijk door te debuteren bij Het Gevolg en Het Kind van de Oorlog en mijn eerste première hier te spelen, heb ik toch, ja, ik heb altijd een soort alles begint opnieuw gevoel. Of ik krijg heel veel energie als ik met die trein in Tielen kom en dan zo, ik zie die prachtige bossen en de kazernen en dan kom je zo precies op het einde van de wereld toe, of het begin van de wereld, dat zou ook kunnen. En dan, ja, om u hier terug te trekken voor een première te doen, dat vind ik eigenlijk fantastisch. En de Warande heeft daar ook de mogelijkheden en de accommodatie voor. Ik ken dan sinds toen ook de programmatoren en ook bij andere gezelschappen. Ensemble Leporello hebben we hier geregeld gerepeteerd. En dat is toch door die relatie dat er is met Staf Pelkmans en Bert en Anne-Joseph, waardoor die, ja, eigenlijk Max Last, maar ook wat ik op andere dingen deed, zijn blijven volgen. En daardoor is dat zo'n plek waar ik kan komen aankloppen en graag naartoe kom om in alle rust een première voor te bereiden. Dus, ja.